Straks gaat het spel op de wagen. We gaan straks langs de rechter met nog een ronde te gaan. En het is Lincoln Transair die nog altijd de leiding handhaaft ten opzichte van Ipson Boco. Lincoln Transair, Ipson Boco. Kijk hoe makkelijk Koen en Klasbak meegaat. Maar ja, hij moet het vandaag wel een keer vanuit het veld doen. Iets wat er misschien iets minder ligt dan van kop af. Maar we gaan het zien en beleven. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde Kiss Me Quick, Juliette. En nu valt hij wat terug aan de buitenkant. Die Guvo Greenwood komt ook vrij. Paard nummer 8, Gerson Boco. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. En daar gooit Niels van der Tol het hoogteroer uit. Achter die Lincoln Transair. En die heeft inmiddels een gat geslagen van een lengte of 2,5 op de concurrentie. Waarbij Ipson Boco als eerste moet passen. Kiss Me Quick, een gigant van een outsider met Marco Spin. Die loopt naar die koploper toe. En aan de buitenzijde komt daar naar voren Koen en Klasbak. Wat een mooie eindstrijd tussen die twee leerlingen. Die hier een geweldig strijden om die titel. Maar het is Niels van der Tol. Die heeft voor ons nog de leiding. Daarachter dan aan de buitenzijde Koen en Klasbak. En aan de binnenkant wil Spin er wel uit met zijn Kiss Me Quick. En die komt er nu ook uit. Maar het is waarschijnlijk aan de late kant. Want deze is voor Niels van der Tol. En het is 4-4. De 2 wint voor de 1, dan de 4 en de 7. En dat is voorlopig. Mooie strijd hoor bij die mannen. Maar het is een hele knappe. Want Lincoln Transair, nou, die gold nou niet 1, 2, 3 als een van de favorieten. En we staan hier al bij de huldiging waar VTD is van Stal Pedis zich heeft... genoemd. Die krijgt de ereprijs van Kees de Groot van CR de Grootgroep. Trainer Bas Krewas. Bas praat ook even bij. Lincoln Transair, de derby gewonnen als 2-jarige. Ja. Hij is weer op de weg terug. En anderhalf jaar geen koers gewonnen. Nee, super. Hij stond natuurlijk heel zwaar vandaag. Goede beginners. Maar ik kan hem zaterdag nog 4 hele korte harde intervals gegeven. Nou, dat blijkt enorm goed uit te pakken. En wat is precies het verhaal van het paard? Wat er, waarom is die dip geweest? Nou, hij liep vorig jaar wel braaf mee, maar ik denk altijd dat het nooit te stegen was. Het is echt een mijler. Ja, mijlskoers hebben we bijna niet. En ja, begin van het jaar begon niet zo bijzonder, maar nu stond hij, ja, hij stond te zwaaien, goed nummer. Maar Niels kreeg hem fantastisch weg en pakte gewoon enorm goed uit. En kijk, klasse had hij op zich natuurlijk nog wel, zeker. En die Franse kap, die is nieuw? Ja, die is voor het eerst erop en dat werkt ook goed. Daar heb ik er niet mee geoefend thuis. Nee, super. Super uitgepakt. Niels die maakt het weer spannend in de leerlingen. 4-4 op dit moment met Jim Veldman. Nee. Jongen is goed bezig. Ja, zeker. En hij kan gewoon alles rijden waar leerlingontheffing is voor mij. Nee, voor mij kan hij alle kansen krijgen. Heb je hem al een contract aangeboden? Nou, nee, dat niet. Maar je zal binnenkort een keer op stal komen kijken. We hebben natuurlijk net 2 goede mensen aangenomen. En ik hoop dat iedereen blijft op stal. Dat gaat heel goed en gaat super. Nee, we zijn heel tevreden met de mensen die we hebben. En als Niels komt, kan je helpen. Dat is mooi. En Niels kan in de koers rijden. Super, mooi succes, Bas. Ja, heel blij mee. Felicitaties voor Niels van der Tol en ook van Kees de Groot. Natuurlijk een van de initiatoren hier op de Alkmaar Z-Turf Arena. En ook sponsor van deze laatste koers, de 9e race. Mede-eigenaren van Stal PD gaan op de foto met Lincoln Transair. Hun winnaar van de derby, de 2-jarige. 2 jaar later scoort hij weer een overwinning hier op Alkmaar. Een paard dat toch over de korte afstanden, de middenafstand, nog beter uit de voeten komt. Hier met Franse kap en hij is weer terug van weg geweest. Niels, waanzinnige dag. Ja, we staan weer gelijk in het leerlingenkampioenschap. Dus gaat goed. Super, voor Bas rijden, nou, dan zijn de opdrachten vaak simpel, hè? Ja, rijden en als je de kop hebt als leerling, nooit meer afgeven. Dus... En ze zijn goed genoeg om het vol te houden. Zeker. En al nu Franse kap geprobeerd. En dat pakt denk ik heel goed uit. Ik denk dat hij nog veel meer gaat laten zien zo. Super. We zien je vaak op de verschillende banen rijden. Wat voor werk doe je zelf precies buiten de sport om? Ik werk als teamleider van een storingsploegje / onderhoudsploegje. En dat bevalt heel goed. En in door die baan heb ik zodanig veel vrije tijd dat ik ook nog veel bij NKM in kom. En nu met Bas gaat het met koersen zeer goed. Mooie combinatie, dus die overstap om fulltime in de sport te gaan, dat is nu nog niet nodig? Nee, ik kan mijn tijd zodanig indelen dat het ook eigenlijk helemaal niet nodig is. Leuk om te horen. Niels, ga ervan genieten van je 2 overwinningen en ga lekker voorrijden. Super, dankjewel. Dames en heren, Lincoln Transair is een 4-jarige bruine hengst van Muscle Massive uit Sabatini Transair. Gefokt door Klaas Redder in eigendom van Stal PD. Trainer Bas Krewas, rijder de talentvolle leerling Niels van der Tol. Geeft u een applaus met de Lincoln Transair.
Het was lekker warm draaien met een mooie Pinkstermeeting. En die komt zo dadelijk tot zijn eind. Als we weten wie de CA de Grootgroepprijs gaat winnen. De auto is met de paarden op circa 100 meter van het startpunt. 50 meter nog. Startgevallen, 18 september is de volgende meeting. En we gaan met Lincoln Transair op weg naar de eerste bocht. Tweede plaats voor Kiss Me Quick. En Lincoln Transair die troeft dus eigenlijk Ipsum Boco af. Dat is knap. Daarachter volgt dan een goede start aan de binnenkant voor Caroline Albers en haar nummer 7, Juliette. Door de bocht gaan de paarden. En alle paarden die redden zich daar prima. Alle paarden in de juiste cadans. En we zijn aan de overkant van de baan met Lincoln Transair aan kop van het veld. Ja, het is natuurlijk die Niels van der Tol die graag weer de stand gelijk wil trekken met Jimmy Veldman. 4-3 in het voordeel van Jim. En dan hebben we het over de titel bij de leerlingen. En aan de buitenzijde een onvoordelig parcours voor Ipsum Boco. En die gaat ook de leiding niet krijgen. Over onvoordelige parcoursen gesproken. Daar kan Kees Sijp ook wat van. Guvo Greenwood die zit daar al de hele weg in het derde spoor. En die probeert zijn positie te verbeteren. Maar dat valt niet mee. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune. Met aan kop van het veld nog altijd die Lincoln Transair. Aan de buitenzijde Ipsum Boco. Drie dik dus die Guvo Greenwood. Dan is het Koen en Klasbak. Die ligt er mooi bij. Met aan de binnenzijde Kiss Me Quick. Daarachter dan Gerson Boco. En achter Gerson Boco is het Juliette die nu toch wat naar achter is gegaan. Achter Juliette aansluiting voor Iowa River. En datzelfde geldt voor het paard van Tom Kooijman. En dat is Jordi Grauw. Paarden gaan op weg naar de overkant van de baan. Met eigenlijk nog dezelfde situatie waarbij Lincoln Transair het veld de weg wijst. Heeft nog altijd die neklengte voorsprong op Ipsum Boco. Daarachter in een zetel zou je zeggen Koen en Klasbak. Maar pas op voor Guvo Greenwood, want soms heeft hij van die koersen dat hij gewoon doorloopt zo. En achter deze Guvo Greenwood zien we dan aan de binnenzijde nog Juliette. Die wordt voorafgegaan door Kiss Me Quick. Deelnemers komen in de rechte lijn en straks gaat het spel op de wagen. We gaan straks langs de rechter met nog een ronde te gaan. En het is Lincoln Transair. Die nog altijd de leiding handhaaft ten opzichte van Ipsum Boco. Lincoln Transair, Ipsum Boco. Kijk hoe makkelijk Koen en Klasbak meegaat. Maar ja, hij moet het vandaag wel een keer vanuit het veld doen. Iets wat er misschien iets minder ligt dan van kop af. Maar we gaan het zien en beleven. En daarachter volgt dan aan de binnenzijde Kiss Me Quick, Juliette. En nu valt hij wat terug aan de buitenkant. Die Guvo Greenwood komt ook vrij. Paard nummer 8, Gerson Boco. En we gaan op weg naar de overkant van de baan. En daar gooit Niels van der Tol het hoogteroer uit. Achter die Lincoln Transair. En die heeft inmiddels een gat geslagen van een lengte of 2,5 op de concurrentie. Waarbij Ipsum Boco als eerste moet passen. Kiss Me Quick, een gigant van een outsider met Marco Spin, die loopt naar die koploper toe. En aan de buitenzijde komt daar naar voren Koen en Klasbak. Wat een mooie eindstrijd tussen die twee leerlingen die hier een geweldig strijden om die titel. Maar het is Niels van der Tol, die heeft voor ons nog de leiding. Daarachter dan aan de buitenzijde Koen en Klasbak en aan de binnenkant wil Spin er wel uit met zijn Kiss Me Quick en die komt er nu ook uit. Maar dat is waarschijnlijk aan de late kant, want deze is voor Niels van der Tol en het is weer 4-4. De 2 wint voor de 1, dan de 4 en de 7 en dat is voorlopig. Mooie strijd hoor bij die mannen, maar het is een hele knappe, want Lincoln Transair, nou, die gold nou niet 1, 2, 3 als een van de favorieten.